Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Hey, kijk eens wie er zijn. Hallo. Hij is jarig, hè? Hey. Ja, ik. Hey. Oh. Zo, we hebben net lekker taart gegeten. Het is ondertussen al de koffie hebben we alweer op. We hebben net allemaal dingen opgeruimd en zo, vol bezig. En? Black November bij ABM. En we hebben hier weer een mooi pakket om open te maken. En dit is wel een ding. Die stond eigenlijk al langer op de verlanglijst bij ons. We hebben natuurlijk al een ultrasoon reiniger van ABM. Daar hebben we al heel veel kleine onderdeeltjes mee schoongemaakt. Maar heel veel dingen die passen daar ook niet in natuurlijk. Want ja, qua afmeting zijn we daar een beetje beperkt. Het is een klein apparaatje. Klein apparaatje is ook niet verkeerd natuurlijk, want er zit best wel veel vloeistof in die opgewarmd moet worden. Dus het is wel ideaal om gewoon een kleine ultrasoon te hebben voor de kleine spulletjes. Maar ja, soms is een grote wel handig. We hebben toevallig ook een ding liggen waar eigenlijk al gelijk erin mag. Want we hebben bij de kraan zit een drukregelventiel op. En dat ding blijft de hele tijd hangen. Ja, Tom is hem al aan het afschroeven daar. Hey, je wielen zijn eraf. Oh ja, dat is waar ook. Hey, ja kijk. Oh, je hebt hem al bijna los. Ja. Ja. Ja, elke keer dan moeten we dat ding dicht houden en dan met sleutel tegenaan kloppen en dan zegt hij klik en dan doet hij het. En anders blijft hij openstaan. Dat is gewoon het drukregelklepje. Eigenlijk wat hij doet, volgens mij is het een soort van overdruk naar buiten of zo. Ik weet niet precies hoe het ding werkt. Het is gewoon een overdrukklepje. Die luchtketels die worden gevuld tot 8 bar. Die compressor kan waarschijnlijk iets meer dan 8 bar. Maar ja, goed. Op het moment dat hij zijn druk heeft bereikt, dan gaat die klep gewoon open, die gaat gewoon afblazen. Dat is eigenlijk wat hij doet. Maar ja, hij blijft blijkbaar hangen in die afblaasstand. En dan start je hem en er buiten dus geen druk op. Vet onhandig, want als er geen druk is in het systeem, werkt het gaspedaal niet, gaan de remmen niet los. Dat is van alles wat dan niet werkt. Dus perslucht is wel enigszins belangrijk. We gaan het ding in de ultrasoon gooien. En deze die past niet in onze kleine ultrasoon, dan moeten we een paar keer omdraaien. We kunnen hem zo half onder water leggen en dan weer andersom. Dat is niet oké. Oké, we pakken ondertussen het ding ook uit. Ja. Ultrasonic cleaner. Dit is echt een grote Janus. Zo. Dat is echt een grote knaap. Moet je kijken. Wat een bak zeg. Moet je kijken dan. Ja. Daar kan echt veel in. Mooi mandje erbij. Ja, nou, daar past die klep wel in. Ho, een hele grote bak. Dat is de eerste patiënt. Zo. Dat is die klein. Dat is de kleine. Ja. Wat moet je afmaken? Schuif hem eens een beetje op. Ja, ik was gewoon benieuwd hoeveel nou scheelt qua inhoud. Past ons dingetje, ons klepje hier echt niet in? Of? Nee, volgens mij niet. Dat kunnen we nooit onderkrijgen helemaal. Ja, dit is een beetje smerig. Oh, ruikt lekker. We gaan hem gewoon nog even hier neerzetten. Hij mag eventjes midden in de werkplaats staan. Hij krijgt straks zijn eigen plek ook wel, deze. Hop. Ik heb daar vakkundig afgemeten. Kraantjes dicht, toch? Ja. Dat zou lullig zijn, ja. Hé, hey, een blaadje. Hey. Nou, die is gelijk. Die wordt eigenlijk ultrasoon gereinigd, dat blaadje. Die laten we erin. Je kan hem, dat is de verwarming, kunnen aanzetten. 25 graden, maar hij mag wel warmer. Hoeveel doen we hem? Hij kan tot 60 als het goed is. Zullen we hem max zetten? Even kijken. Dan gaan ze nou nog niet aan het reinigen. Kijk, dit mag ook omhoog, dat is de tijd. Het is precies dezelfde bediening als die andere. En nou zou er eigenlijk nog één zo één bij kunnen, maar misschien moet het gewoon zo eens laten. Het goed is. Ja, ik wou net zeggen, want als je hem helemaal vol doet, dan kunnen er niks meer in leggen. Oké, zullen we hem gelijk aanzetten? Hier. Ja. Nou, iemand een bakken of niet? Half uur wachten. Nou, we hebben ondertussen al van alles gedaan. We hebben ook van alles opgeruimd. Ondertussen zijn we deze hier aan het demonteren. Die gaat in het magazijn. Hè? Dat is natuurlijk de motor van de schommelgolf.
Dat zijn spare parts voor de rolgolf natuurlijk. Maar dat moet wel even allemaal binnen een pijl passen. Dus die gaan we demonteren. Daar hebben we ondertussen die twee kogelkraantjes van het koelsysteem die zijn gemonteerd. Er zit ook weer water in nou. Dus we moeten kijken dat die nou vloeistofdicht is, want daar kan er koelvloeistof in. We willen hem even verplaatsen. Dan kan straks de 69 ook naar buiten kunnen kijken of we al een start kunnen maken met afspuiten van die rups en zo. Kijken dat we daar het zand allemaal afkrijgen. Want het ding moet natuurlijk binnenkort op de post, zullen we maar zeggen, naar Australië. Maar ja, dan mag er helemaal niks in zand meer aanhangen. Want ze zijn nogal bang voor uitheemse plantjes en beestjes. En mensen ook trouwens. Maar dat is echt, hè. Dat is Australië. Het zijn echt eilanders daar natuurlijk wel. Ah, dat is weer een dansje, hè. Je bent helemaal geïnspireerd, hè. Ja, nou hoor dan. Goed. Oké, nou, moet je hier even een slek maken nog, hè. Starten. Ja, met hem die bakken van de kant sleuren. Maar hij hoeft ook niet heel ver naar voren, hè. Wow. Er staat weer een pak water in, hoor. Ja. Open. Daar. Wat een deurtje. Het is jammer aan toe, Jan. Ja, we gaan even de 69 naar buiten rijden. Ja, het is kwart over 1:12 of zo. Hey. Is het al echt voor november alvast of blijft die? Is het een blijvertje? Ja, ik denk het. Wat voor tik? Pas maar op. Hier of waar? Jop, douw maar. Dus dat haal ik al uit. Ik zou misschien wel weer recht opzetten voor de handy. Woehoe, ja! Dan moeten we bij de panda surfing. 3, 2, 1. Piep, piep. Oh. Oeh. Hier. Zo. Dit is... Jullie gaan op die kant rollen. 1, 2. Hoppa! Oké, nou gaan we iets anders doen. Ja, nou gaan we iets anders doen. Oké, goed. Schoonmaken van de rupsen van de tank. Nou, hadden al mensen gezegd, je moet hetzelfde doen als Joe Hughes. Die had de tank op blokken gezet en dan laten draaien ondertussen de rupsen en dan afspuiten en zo. Laten we eens kijken of we het überhaupt afgespoten krijgen. Want de tank die, waar hij daarbij deed was een Centurion volgens mij. Of een Chieftain, ik weet niet, in ieder geval zo'n Engelse.
En die rupsen die zijn een stuk liever dan deze. Hier zitten echt een hele grote holtes in. En we hebben daar straks hebben we hier gewoon met boormachine in geboord. Ja. En er komt gewoon nog woestijnzand uit. Ja. Ja, er zit een zand. Dit hè? Hier, dat witte daar. Hier zie je? Ja, dat weet ik wel, maar hier. Zie je die gele grond? Wij hebben niet met deze tank over gele grond gereden, volgens mij. Dat is echt gewoon, ja, het is recht uit de woestijn, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, als we het zo gaan uitboren helemaal, dan zijn we heel lang bezig. Maar we hebben bij onze hoge drukspuit hebben echt zo'n nozzel die echt zo'n heel scherp straaltje maakt. Ik denk dat we daarmee dit er wel uit kunnen spuiten. We moeten niet op de lak spuiten, dan spuiten de lak spuiten er ook mee af, denk. Maar volgens mij krijgen we dit er wel mee schoon. Kijk, ik pak hem er al bij. Tom, rijd die tank buiten en gaan proberen. Ja, heel je kop onder meteen, ja. Maar hey, kijk dan. Hier. Zo? Ja wat? Nou, snijd er eigenlijk zo doorheen hoor. Heel druk spuit. Ook met die freeskop gaat best wel goed. Het is alleen wel een heel kawaii. Ja, moet hem toch op blokken zetten en laten draaien. Gewoon hier zo. En dan dingen gewoon op een statief zo ervoor. Oh ja. En blijf spuiten, daar hoef je niet eens bij te staan. Je krijgt alles in je gezicht, hè, want dat is echt, het zijn van die gaatjes. Dat moet er echt best wel diep inspuiten, wil je die troep eruit krijgen. Maar ja, dan krijg je er dan wel uit, maar dan heb je het vervolgens allemaal in je gezicht hangen. Dat wel. Dat is een detail. Zie je dit? Hier, kijk, dit ziet er meteen al. Dit zijn leuke dingen om af te spuiten. Dat gaat snel en dat ziet er in één keer heel gauw goed uit. Alleen het ergste is natuurlijk dit, hè. Hier.
Daar mag ook niks binnenin zitten, hè? In een bak water zitten, joh, dat ding. Ja. Ultrasoon. Laten poedelen. Dat is geen kuiken, dat is gewoon een rookbosje. Een mus. Nee, dat is geen mus. Dat is een rookbosje. Een rookbosmus. Tom. Oh, die kikker zit er daar. Hoi. Wie heb je nog als je niet alle weilanden vol met zonnepanelen legt? Dan blijven er ook nog vogels over. Kijk, kijk, kijk. Hij is al lekker warm aan het worden. Kijk hier. Zo. Een sauna. Daar zou er eigenlijk ook een moeten hebben met frituurfunctie. Dan als je dan zo, ja, dan doe je even zo'n, dan, nee, want er zit zo'n handig kraantje aan. Doe je er gewoon open zo. Die even de schoonmaakvloeistof even in een andere bad. Vet erin, frikandellen erin. Aan. Hoppa. Daar ik gaten maken in het plafond. Kijk hoe de balken liggen voor de verbouwing. Oh. Hé, hey, ik sta eigenlijk op de, oké, okay, goed. Ik zat, je moet hem eigenlijk daar op die plaats zetten. Ah, dat was altijd bij die eerste speedfight, dat met de tijd. Dat er een boa trelok slot zat er zo, woep, kon je eruit halen. Ja. Wat? Oh, oh. Kaas. Dan maak je wel alles goed op de uitje. Dat komt door die luchtkoeling en zo. Dan kom ik aan gauw nog een paar dingen doen voordat we dadelijk een biertje gaan drinken. Het is vrijdag. Ja, die gaat echt zo plat. Ja, ik ga mijn hedge down rijden, hè, met de klep dicht. Ja, allicht. Want, als want hij deze die schuift, die valt er misschien wel bovenop. Die blijft misschien wel opliggen. Dat is wel mooi. Dat hij bovenop blijft liggen, hè, dat is wel grappig. Kan je aan het remmen, zo dan dollert hij eraf en dan overheen. Ja, dan plat rijden. Ja, mooi. Laten we het daar gaan doen. Het ligt er helemaal klaar voor en dan zijn ze mooi plat straks. Kunnen we de restantjes met de kraan nog een beetje plat maken. En dan kunnen ze op de kar en dan kunnen ze naar het oud ijzer. Ja, daar ruimt ook alweer goed op. Ja, bijna vergeten. Oh, nou, een lampje. Ja, dat is geluk hebben. Nou. Mooi. We gaan die pandas even een beetje opvouwen zodat ze goed op de kar passen. En laten we dan meteen het noodzakelijke met het aangename verenigen. De BNP staat klaar. Nou, ik ben erg benieuwd hoe dit er dadelijk aan toe gaat. Ik denk dat die rode misschien wel eens boven op het dak komt te landen. Dus ik ga sowieso beneden luiks rijden. Ik heb hier mijn helm ook al. Want dan moet ik dus door de periscoop kijken. En ja, als ik hier overheen rijd, dan kan hij wel een beetje loskomen misschien. Als je er een paar dikke bomen staan ook, dan is het misschien wel handig om dingen op te zetten. Niet dat ik daar een stempel van die periscoop op mijn gezicht heb. Dus, laten we het gelijk doen. Tweede versnelling denk ik. Een beetje een mooi gangetje. Dan eens even kijken hoe dat gaat. Goed, de kleine veiligheidsbriefing nog. Daar goed opletten, want als we hier overheen rijden en er zou een rups afvliegen of zo, dan draait het voertuig best wel scherp af. Dus daar is een dikke boom. Zorg dat jullie een beetje achter de boom blijven en dan, ja, dan kun je aan de kant stappen. Dus, ja. Ik ga er niet van uit hoor, ik denk dat we mooi recht te horen daar het pad vervolgen, maar het kan altijd. Goed, we gaan het doen.
Hey, nou, toch nog onderdelen kunnen redden. Hoppa. Deze vlog bijna over je heen. Ja, waarom? Ruktaal gauw. Ja, dit ziet er mooi uit zo. Hey, Sjak. Wat een worteltjes. Hey, Sjak. Daar, ja, ja, jongen. Wat zit er nou? Jouw haar bovenop, het is steeds korter. Ja, Sjak. Hij is plat. Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Nou, het is goed gelukt zou ik zeggen. Ik denk dat we ze het bos uit kunnen brengen en op de kaart kunnen leggen. Mooi. Doet de deur anders open. Ja. En toch hier. Zo, even gaan zitten zo. Zo, we kunnen gaan. Een groot ogenblik gebeurt. Nou, kom maar, bij die tank. Kom maar. Oh, bij die tankje. Nou, dan gaan we de brandweer even bellen. Ja. Oh, oh, oh. Oh, ik ga dingen doen. Daarom. Nog over vertellen joh. Dat ze nou nog zeldzamer zijn. Nog meer plat. Wat zeldzaam is, moet je zeldzaam houden. Het is een origami pakket van de panda dit. Wow. Oh hier. Danny, denk op de lak. Leuke thumbnail. Ja. Nou, dit is wel goed kapot zo. Oké, een goede afsluiter in het Engels. Houdoe. Hey, laten we even de rust opzoeken. We moeten nog even een klein voorbereidend klusje doen voor de verbouwing. Ik zie, dit is ook een voorbereidend klusje. Zo, even de vuile laarzen uit. Dan gaan we even naar binnen. We gaan gewoon hier maar beginnen, denk ik. Maak er gewoon eerst hier een gat, ja toch? Nou, er komt maar... dan ook zaag voor mij, want ik ben kattenvulling vergeten. Dus nou, misschien kan je erbij kanen rapen. Dat kan wel. Dan hebben we dadelijk genoeg. We willen de benedenverdieping willen gaan verbouwen, maar de bovenverdieping die willen we graag behouden zoals die is. En ja, er moet een boel muren weg, maar we weten niet precies welke muren nou de draagmuren zijn. Dus we gaan gewoon een gat in het plafond maken en dan kunnen we kijken hoe de draagbalken lopen. Ik verwacht dat ze zo lopen. En als dat is, dan is dit dus een draagmuur en dat. Als ze zo lopen, dan kun je die muur gewoon afbreken, maar dat gaan we nou zien. Oké, de boel kapot maken. Dat kan ik wel. Ja. Ik heb geoefend ook. Maar zit ik hier al in een balk, denk ik, als ik dat zo voel. Oh, oké. Dan gaan we even naast dan. Naast. Dat is best wel dik. Even. Oh jee, mijn mooie plafond. Dat was ons schoolplafond. Ja. Ons schoolplafond. Wat zit hier in meteen? Dit is de nieuwste trend. Ja, dit is echt mooi. Dit zijn ventilatie. De gatenkaasplafond. Oh, maar hier zit... lijkt wel dat hier helemaal geen balkenlaag zit, joh. Je moet gewoon één zo'n schrootje gewoon een stuk doorzagen. Kijken of we zo'n schrootje eruit kunnen halen, een stuk. Ik heb nou hier doorboor. Dat doen tellen. Ze ook zo bij de bevalling, hè? Dat doen ze ook zo goed. Hoeveel centimeter door? Oké. Daar zit wel een balk. Daar niet. Nou, in heel het verhaal dat je een partner van het maken bent. Moet dat nou zo? Ja, zo moet dat. Ja, dat weet ik niet. Ik doe ook maar wat. Ja, dat zie ik wel, ja. Ja, nou niet zo, hè? Anders mag je het zelf doen. Ja, maar je had het ook even op één plek kunnen doen. Nee. Want dit duurt waarschijnlijk nog 3 jaar voordat er iets gaat gebeuren. Dat zou ik wel eens gaten. Ja, hier, dan zit ik daar met die gatenplaf. Oh nee! Zo. De kap vind ik niet oké. Ik denk dat daar heel de bovenverdieping naar beneden valt. Nou, heel mooi. Dat was een schoon plafond. Waar is deze nou weer? Oh, ik snap het al. Een lijk?
Nee. Ze hebben gewoon, wit plafond zat erboven, zie je dat? Ze hebben gewoon, een nieuw plafond er tegenaan gemaakt. Hier hebben gewoon latjes er tegen gezet en een nieuw plafond. Dus een plafond over een plafond. Aha, oké. Okay. Kijk, daar moeten we zijn, jongens. Dat is het. Daar lijkt een bal te zitten. Daar niet. Even kijken. Hier ook niet. Waarom kan ik daar niet doorheen boren dan? Kan ik wel. Zo, mooi. Oh, zo agressief. Sorry. Ja. We zien het al. Hier is de balkenlaag. Ze lopen zo. Oké, mooi. Nou, een heel gat in het plafond. Mooi hè, we gaan nou naar daar. We gaan meer van die gaten maken. Dit bevalt me wel. Ja, dat kun jij wel. En wie gaat het opvegen? Ja, daar wilde ik het dus net met je over hebben. Oh. Laten we nog een gat maken. Oh, hey. Muisje. Hier zit er nog. Hey, daar zit er een balk al. Dus als ik nou eens hier... Ja, oh wacht, nee, niet daar. Dit stroom loopt misschien wel zo. Laat ik dat gewoon eens hier gaan doen. We maken gewoon een nieuw gat. Wacht, hier is de balk. En waar moet ik dan laten, dit? In de container. Zo. Hé. Hey. Maar wat zit daar? Dat is een latje wat daar zit. Wel spannend. Ja, spannend, ik ook. Daar kom je in een elektrakabel. Ja, jongen. Ja, maar niet ijzeren deeltjes vasthouden. Zo. Pico bello. Ja, gevonden. Zo. Ja, dat is te denken. Dat is overal zo. Oké. Mooi, we gaan verder. Hier hoeven we het niet te zagen. Ik heb het al gezien. Die balken die lopen hetzelfde als die andere ruimtes. Die lopen ook zo. Wat jammer allemaal. Oké. Mooi, dan gaan we nu daar. Even kijken. Hier. Hier heb ik een balk die loopt zo. Hoi. Ja. Oké. Waar is alle balk? Waar ligt de andere balk? Nergens. Tussen de glaswol. Niet dat ik een muis in mijn vingers bijt of zo. Huh? Waar is dit dan? Hier loopt ook een balk, loopt ook zo. Huh? Ja, ik denk dat die ook zo liggen gewoon. Dan toch. Wel. Weet je raar is, waarom zit hier wel een balk nog zo dan? Hoe is dat even voelen hoor? Die zit ertussen geslagen hier zo. Deze balkenlaag loopt ook zo. Oké. Okay. Goed. Dan nu. Oh, hier zit er eentje echt strak naast. Ja, die liggen ook zo. Verrek, joh. Dat is klote. Dan liggen dus al die balken liggen allemaal. Dit zijn gewoon allemaal draagmuren. Stuk voor stuk allemaal zo neergelegd. Oké, goed. Nou, we weten genoeg. Dan weten we het. Wat denk je zelf? Je hebt gaten gemaakt, we hebben nog geen financiering rond en ik ben hier aan het vegen. Dus je bent blij. Mooi. Yeah. We hebben het. Laten we dan weer naar buiten gaan. Hey.
Ga je niet, Tom? Ga dan naar rechts. We gaan niet. Is het leuk? Die oostjes die zijn helemaal niet zo van Hollandse zalen en zo, hè? Nee, dat willen ze daar niet. Nee, dat willen ze daar niet. We gaan er binnen rijden. Ja. Echt schoon. Ik ga hem misschien even openschroeven en hem open neerleggen. Dan spuit hij een beetje het vet op. En dan kan hij van het weekend even op zijn gemakje helemaal opdrogen. Dan kun je hem volgende week in elkaar zetten. Ja. Zet hem nog maar een keer aan. We leggen dit er nog heel even in. Ah, mooi. Pff, hij is nou echt warm. Zou dit dingetje er ook tegen kunnen? Dat vliezertje? Jawel, hè. Ik hoop het. Anders is het te laat. Zo. Zo, mooi. Ja, dan gaat het mee afsluiten. Dadelijk na het pilsen pak ik dat ding eruit. Dan spuit ik hem een beetje in, dan kan hij mooi drogen. En dan zetten we hem volgende keer in elkaar. Ja, het is tijd. Het is tijd. We zijn gewoon al te laat voor de livestream. We gaan het afsluiten. Ja, waarom? Hé, hey, mensen, jullie allemaal heel erg bedankt voor de assistentie en de gezelligheid. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot, oh, de quote van de dag. Oei. Ik heb het leuk, hè? Ja. Nou. Een vent zonder baard is zijn kloten niet waard. Uh-oh. Ben ik blij dat ik een klein baardje heb. Maar dat compenseren mijn kloten. Haha! Hey, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe!